De conclusie is dat inderdaad de vijfde restzetel in plaats van naar de PSR, wat de oorspronkelijke uitslag was, naar de PvdA. En de PvdA wordt toegewezen. En dat zat inderdaad, dat wisten we natuurlijk maar op een paar aantal stemmen. Maar we hebben toch besloten om alles opnieuw te hertellen. En daardoor ook een goed beeld te krijgen wat er aan de hand is. Uiteindelijk bleek dus dat op 14 plaatsen er een andere keuze is gemaakt. Dat zat in soms blanco stemmen die bijgeteld waren, wel bij de juiste partij, maar niet bij de juiste persoon. Dat zat soms op afgekeurde stemmen die nog op de oude manier beoordeeld waren. Maar er zijn nieuwe richtlijnen gekomen en die waren wel medegedeeld. Maar als iemand al jaren op een stembureau zit en het op een bepaalde manier doet, kan ik me dat heel goed voorstellen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dat bij de PvdA 4 stemmen bij waren, dus die positief beoordeeld zijn. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een verandering van de uiteindelijke toewijzing van de restzetel. Dus met 14 stemmen was wat aan de hand, waardoor uiteindelijk de Partij van de Arbeid die ene restzetel heeft gekregen. Exact, ja. Nu was er ook sprake van 27 stemmen die, waarvan onduidelijk was waar die waren gebleven. Hoe is dat afgelopen? Nou, toen ik gisteren als hoofd van het Centraal Stembureau de uitslag kreeg, hebben we al per partij even gekeken wat het effect was van die verdeling. En ineens stond er bij één partij dat zij 27 stemmen minder zouden hebben als oorspronkelijk was toebedeeld. In dit geval naar de partij Soeburg-Rittem. En toen heb ik gezegd, nou dat kan niet. 27 is al heel raar dat dat zo kan. En er zat bovendien bij een van de leden een situatie van 69 in de ene kant en 96 bij de andere kant. Nou, we weten allemaal hoe makkelijk als je iets voorleest wat ingevoerd moet worden, hoe makkelijk dit soort vertekeningen kan gebeuren. En dat bleek ook te zijn. Dus toen alleen maar gekeken werd naar de beide procesverbalen van dat ene stembureau, was al duidelijk waar het verschil zat. En konden we dus heel snel die administratieve fout, want meer is het niet, want het heeft niks met de telling te maken, herzien. Waardoor inderdaad ook de kiesdeler bleef zoals die was. En daardoor inderdaad de verdeling kon plaatsvinden zoals ik hem net verteld heb. En die administratieve fout die heeft plaatsgevonden op één plaats, maar die heeft geen gevolgen gehad voor de totale, dus ook niet voor de kiesdeler en het verdere toekennen van die stemmen. Nee, exact niet. En die was ook, daarom hebben we het gedaan voor vaststelling van het Centraal Stembureau. Dat geeft de gelegenheid, daar is dat Centraal Stembureau voor, om te toetsen of er administratieve verschrijvingen zijn of dat er eventueel fraude zou zijn geweest. Nou, beide was helemaal niet aan de orde. En die administratieve verschrijving heeft uiteindelijk geleid tot even afwachten voordat we definitief de uitslag bekend zouden maken. En nu weten we dat we dat heel zorgvuldig en op een goede manier hebben gedaan.